Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen Scheluinen en SV is afgelopen. In een spannende wedstrijd is het 3-2. Dik verdiend vind ik het nog geworden voor Scheluinen. De man van de wedstrijd was vandaag al Damien de Jong. Ja. Want met drie keer, dat was wel leuk in zijn derby. Ja, dat is zeker leuk. Vooral tegen SV. Veel jongens die je kent natuurlijk. Aantal vrienden lopen. En, Johnny Wijnbelt, waar je vorig jaar natuurlijk mee hebt gevoetbald. Dus dan is dat extra leuk. Ja, dat dacht ik wel. Wat vond je zelf de mooiste, Damien? De mooiste? Ik denk die kopbal. Denk ik wel. Die eerste vanuit de corner. Denk ja, die was ook mooi. Ja, die tweede vond ik ook trouwens mooi. Dat was, een goede bal voor Robin Pursum. Die hou hem goed vast, tik en breed en kon ik hem makkelijk inschuiven. Ja. Ja, jullie waren deze 10 minuten al beter. En toch uit een dood moment krijgen die 1-0 tegen. Ja. En dan pakken jullie die wedstrijd over. Want in de eerste helft waren jullie eigenlijk de betere ploeg ook. Ja, dat klopt wel. Maar dat zijn wij eigenlijk heel seizoen door wel. De eerste 20 minuten spelen we gewoon goed voetbal. En dan meestal scoren we dan ook wel. Maar op een of andere manier, als we dan de wedstrijd loopt, dan gaan we het op de laatste paar minuten gaan we het altijd weggeven. Dus daarom is het lekker dat we het nu wel hebben binnengesleept. Ja, ik heb begrepen. Weet je wat mij opviel? Tot 20 minuten zijn we in de tweede helft is er niks gedaan. Die zag ook met 3-1 voor. En aan de ene keer kon je niet wat er in de ploeg komt, maar ineens kan alles teruglopen. Hè? Ja, er sluit er altijd iets in en ik weet niet of het juist is omdat we bang zijn dat het gebeurt. Maar we zijn elke keer bang dat die tegengoal valt. En juist omdat je dan angstig en paniekerig gaat voetballen, dan krijg je hem vaak alsnog tegen. Dus we moeten er iets op gaan verzinnen. Hè? We moeten er ook heel erg zeker van leren dat gewoon niet meer in de toekomst gaat gebeuren. Elke keer die tegengoals op het laatst. Ja, want jullie hebben een hele goede voetballende ploeg, want als je iets meer... Het kopje gebruiken sommige jongens, dan had je ook uit kunnen lopen. Maar ja, wat zo, weet je, dan krijg je de 3-3 misschien niet tegen. Ja, dat is zeker waar. Nee, we moeten gewoon ervoor zorgen dat de paniek er niet in sluipt. Dat we gewoon lekker blijven voetballen zoals we kunnen voetballen. Dus dan moeten we aan werken. Ik denk dat het ook een beetje volwassenheid is. Dus dan moeten we ook gewoon leren en dan gaan we keihard aan werken. Goed, je bent nou weer een beetje bij de kop gekomen. Ja. Ik zag het toen dat de tussenstand bij mij de Grote Lint 1-0 was. Met Grote Lint 10 man en nog een kwartier te spelen. Dus wie weet voor jullie. Ik hoop dat je mij naar binnen hebt gesleept. Oké, okay, succes verder en nogmaals gefeliciteerd. Top, dankjewel. Oké. Trainer Philip Daan, eerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want ik vond het een verdiende overwinning. Terwijl jullie het eigen beetje op het laatste een beetje moeilijk maken, was onnodig. Het verhaal van de eerste helft, na 10 minuten... kom je uit een dood moment met 1-0 achter. Maar toen herpakten jullie eigen goed. Ja, de veerkracht, ik zal niet zeggen verbaast me. Want ik weet dat het erin zat. Maar als je kijkt naar de laatste wedstrijden. Dat we vrij regelmatig de laatste wedstrijden eigenlijk de punten verspeelden. Dan is dat wel een domper als je tegen SVW begint. En dan zo'n vrije trap, hè, onnodige vrije trap die we weggeven. En die gaat er eigenlijk simpel in. Nou, dat is compliment voor de ploeg dat we de veerkracht hadden om... dan moet je ook wel een beetje het geluk hebben, daar moet je ook wel eerlijk in zijn. Maar dat je dan uiteindelijk toch op die 2-1 voorsprong komt op de rust. Dus het is dat is heel goed gedaan. Ja, dat klopt. Nou, dan krijg je de tweede helft. Ik zeg tegen jezelf, vond ik jullie al de veel betere ploeg. Eerlijk gezegd, want het middenveld had je helemaal in handen. En daar kwam eigenlijk SV niet aan te pas. Nee, maar als je kijkt naar de tweede helft, dan moet ik zeggen dat is een totaal ander gezicht geweest. Want zo had ik de eerste helft SVW niet zien voetballen. En dat ligt ook wel een klein beetje aan ons. Hè. Dus dat heeft te maken met dat dan toch een beetje de angst die erin komt van gaat het wel goed. Uiteindelijk maken we wel de 3-1. Hè, dus, en we hebben ook nog kansen gehad op meer. En maar vanaf dat moment is SVW eigenlijk gewoon de bovenliggende ploeg geweest als het over het voetballen gaat. Ja, en dan moet je gewoon gebruik maken van de ruimtes die je krijgt. Nou, dat hebben we niet goed gedaan. Dus wat dat betreft was het vrouwen en kinderen eerst op het laatste moment. En dan sleep je de overwinning voor de poorten van de hel weg. Ja, dat klopt. Het is voor een trainer ook moeilijk. Zeker in de laatste minuten. Maar ik nu kijk, het is 20 minuten in die tweede helft. Staat 3-1 en er is eigenlijk niks aan de hand. En één keer gaat, wat dan in zijn ploeg sluipt, die gaat heel de ploeg helemaal terug. Heel gat op het middenveld erbij. En ze komen er maar niet uit. En jullie staan wel te schreeuwen, maar je krijgt ze niet meer naar voren toe. Nee, er zit bij ons dan het moment van rust ontbreekt dan eventjes. Hè. Dus in plaats van dat je de ballen naar de grond brengt en je probeert te gaan voetballen. Want dan kunnen we zeker. Nou, hebben we dat niet gedaan. Dan is het vrouwen en kinderen eerst. En dan is het zo'n bal van, ik noemde dat ooit tegen Amaide, noem ik dat Hotse Knols Begonia voetbal.
Ja, dat is wel jammer. Want uiteindelijk kun je op het moment dat je de ruimte krijgt, zou je eigenlijk wat meer kunnen voetballen. Maar wat ik al zei, SVW pakte het zeker het laatste half uur. En eigenlijk misschien nog wel even iets tevoren. Voetballen ze duidelijk beter dan wij. En moeten we hem voor de poorten van de hel wegslepen. Ja, dat klopt. Je refereerde het er net al aan. Als je even heel rustig geweest had in de counters. Ja. En die jongens een beetje overzicht te jou hadden. Had je ook nog een doelpuntje bij kunnen maken. Nou, dat is voetbal. Hè? Dus op het moment dat je 2-1 voor staat met rust, dan weet je dat is een cliché, is heel oud al. Als zij niet scoren, dan hebben wij gewonnen. Ja. Maar wat je dan ziet is, dan moet je wel de kansjes die je krijgt, die moet je dan eigenlijk wel benutten. Dus meestal is dat de eerste 20, 25 minuten, komt de tegenstander, die komt de kleedkamer uit, die gaan nog van alles proberen. Als je dat kan overwinnen, die 25 minuten, nou, dan krijg je meer ruimte. Dat zijn de standaard principes vanuit het voetballen. Maar goed, wij kregen wat kansjes, maakten we niet. En ik zal niet zeggen dat alles doelrijp is, hoor. Dat gaat verder niet om. Maar valt er eentje binnen en dan krijg je wat meer lucht. Dat hebben we dan gedaan met de 3-1. Maar desalniettemin gaan we dan toch weer achteruit voetballen. En moet ik zeggen dat SVW ons naar achteren drukte met voetbal, wat ik de eerste helft niet had gezien. En de tweede helft voetbalden ze ons eigenlijk, op z'n Rotterdams gezegd, naar de kloten. Ja, klopt. De wissels die SVW bracht, dat bracht ook wat meer actie in de proef, vond ik. En jullie konden het tot les houden, maar je keeper, hij kan geweldige dingen doen. Maar soms hou je hem als trainer toch ook wel je hart eens even vast, zeker wat hij doet. Ja, ik heb altijd wel een verhoogde hartslag, maar ik heb zoveel vertrouwen in die jongen. Alleen af en toe moet ik ook wel eens een keer, moet ik hem ook wel eens wakker schudden, want dan... Maar het is gewoon, voor ons een fabelachtige keeper en een geweldig mens. Dus wat dat betreft past dat bij ons goed. En het zijn van die dingetjes, het doet wel eens gekke dingen. Vorige week had hij echt een min momentje waar een goal uitkomt. Maar dan vergeten de mensen ook wel heel snel dat hij daar een paar reddingen bij had. Dat hadden ook doelpunten kunnen zijn. Dus vandaag prima, dus het goed gedaan. Ja, allebei tegen je principes gewerkt. Jullie de overwinning niet weggegeven. En SVW de overwinning niet binnengeslepen in de laatste minuut. Nou, dat hadden wij in de bespreking. Niels de aanvoerder, die had het er nog over. Kijk, ik was mijn bespreking klaar. En zei, ik wil toch nog wel even zeggen. SVW heeft de laatste wedstrijden steeds in de laatste minuten of gelijk of gewonnen. En wij zijn steeds in de laatste minuten de Bietenbrug opgegaan. Dus laten we het vandaag maar een keer veranderen. Over het heel van de wedstrijd denk ik, net even verdiend. Maar... als ik naar de laatste half uur krijg, dan... dat was erg lastig. Ja. Goed, trainer, gaat ervan genieten. Het wordt hartstikke leuk in die derde klasse C. Als Grote Linden ook nog punten verspeelt, komt het spulletje aardig bij elkaar te staan. Nou, maar dat denk ik over het hele eind van het seizoen toch wel, hoor. Dat er veel ploegen zijn die heel erg dicht bij elkaar spelen. Oké, succes en geniet van de overwinning. En bedankt, hè. Dankjewel. Ja, toe en Dona, trainer van SVW. Jullie begonnen goed. Een 1-0 voorsprong. Ja. En ja... Toen liep de eerste helft niet meer lekker. Ja, het was verrassend. Je komt 1-0 voor en je maakt een goede goal. Eerste kwartier waren wij wel bovenliggend. Alleen na die goal gaan wij iets doen wat niet volgens afspraken was. We gaan achterlopen. Er kwam een bepaalde angst in de ploeg. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar na die 1-0 brengen we eigenlijk gelijk in de wedstrijd. Ja, klopt. Het wordt 1-1. Het wordt zelfs nog 2-1. En ja, jullie bleven hetzelfde spelletje verhouden. Na de 3-1, je brengt ook wat wissels in. Verloopt het in één keer anders? Want toen zagen jullie wel kans om er even... misschien nog een punt uit te slepen. Ja, was verrassend voor wat ik al zeg. Wij komen 1-0 voor. Dan maken zij eigenlijk uit het niets, uit een corner... 1-1 en de 2-1 maken ze daarna kort erop... Dan zijn we het gewoon even kwijt. Na de eerste helft waren we het kwijt tot de rust. Ja, dan wordt het heel moeilijk voetballen in de tweede helft. Met een achterstand. Alleen, en dat zeg ik net tegen de jongens in de kleedkamer. Wij kunnen niet elke keer vanuit achterstand gaan voetballen. Wij gaan pas voetballen bij een 3-1 achterstand. En dan laten wij zien van wat we eigenlijk in huis hebben. Maar dat is gewoon, dit keer was het te laat. Ja, klopt. Want wat jullie het laatste half uur lieten zien was... van hoog niveau, laat ik dat maar eerlijk zeggen, want het werd echt goed gevoetbald. Eventjes was het nog, bleven dat staat, viel mij dan op. Met een 3-1 dan bleven 4 man van SVW, bleef bij 1 man van Scheluinen staan, daarachterin. Maar dat werd gauw gelukkig hersteld, want je hoeft niet met als je achter staat met 4 man bij 1 man te blijven, hè?
Nee, zeker niet. Alleen dat wat jij nu zegt, wat jij nu schetst, is misschien wel een probleem waar wij vandaag te maken hadden. Gewoon voetbalhochme, het voetbalinzicht bij ons ontbrak gewoon vandaag bij mijn ploeg. Dat was als jij tegen 4 man tegen 1, ja, daarachterin, dan moet er eentje doorschuiven. En dat was het hele probleem met eerst zelf. Zij spelen met 2 goede spitsen. 2 handenbinders, ja, nou, dan moet je geen 4-5 man tegenover zetten. Waardoor je eigenlijk op het middenveld continu te laat was. En de tweede bal niet had. En in de tweede helft, door een paar wisselingen, verandert het. Ga je meer de tweede bal winnen. Alleen, ja, wat ik zeg, ja, 3-1, je maakt nog een goede goal, 3-2. En dan ga je jacht op de 3-3. En dit keer viel het niet. Nee, dat was een beetje voor jullie ongeluk en voor de rest Soluinen weer gelukkig. Het had er ook even in gezeten en zeker in de laatste half uur misschien wel verdiend. Ja, verdiend. Ja, ik vond dat zij verdiend voorkwamen. Dus eerst al was voor hun, ja, alleen we hebben wel de kansen gehad om vandaag minimaal een punt te halen. Maar als je 2 meter voor de goal staat en je schiet die bal erin, ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Goed, op weer naar de volgende wedstrijd. Kopjes weer omhoog en kijken wat hem wordt. Ja, zeker. Ik heb het naar Arco gezegd. En ik zeg het vandaag weer. Ja, deze klasse is elke week wel wat. En zijn er nog genoeg wedstrijden. En tegen goede tegenstanders. En iedereen gaat nog punten laten liggen. Maar ja, je moet zorgen dat je zo min mogelijk punten laat liggen. En vooral dit soort wedstrijden. Waarbij je elkaar door en door kent. Leuke derby. Nou, voetbal was het niet zo. Maar qua beleving, hoe Schalijnen naartoe heeft gewerkt, hoe wij naartoe hebben gewerkt. Ja, dat zijn de wedstrijden die je wil spelen. En het liefst wil je die winnen ook. En ik denk dat voor ons de volgende stap wordt om te gaan maken. Ik denk dat wij het voetballend wel in orde hebben. Alleen je moet zulke wedstrijden waarbij het gaat om meer dan alleen maar voetbal, moet je winnen. En dat was tegen Arkel zo. En dat was vanmiddag ook zo. Ja, klopt. Maar toch wel eventjes, zeker voor het neutrale publiek, was het wel een leuke wedstrijd om te zien. Spannend, veel doelpunten, veel kansen. Dus ja, en derde klas, om niet denigreren te spelen, maar derde klas niveau was wel leuk. Ja, zeker. 5 goals. Zij wilden winnen. Zij speelden om te winnen. En wij spelen altijd om te winnen. Dus dan was het voor de toeschouwers een leuke wedstrijd. Waarbij je ziet wel dat zij kwaliteit hebben. Vooral met bal, met een Niels Daan, met een kleine van Kemp. Damien die 3 keer scoort. Ja. Dus dat zijn gewoon jongens die heel goed kunnen voetballen. En dat zag je vanmiddag. Ja, bij mijn team heb ik een aantal die zeker het niveau, een hoger niveau aankunnen. En alleen wat ik al zeg, in zo'n wedstrijd vraagt wel meer dan alleen maar goed kunnen voetballen. En daar vind ik ons gewoon op dit moment niet goed genoeg. Hoe hard ik ook ben voor mijn team, ik vind dat wij op dit moment, ja, dat niet zijn. En ja, ze zullen zeggen dat ik negatief ben. Maar ik ben juist niet negatief. Ik wil mijn ploeg een bepaald niveau gaan brengen. En dan zul je bepaalde dingen heel snel moeten oppakken. Ja, klopt. Zegt, er zijn nog zat wedstrijden voor om dat te doen. Ik wens je in ieder geval veel succes in de komende wedstrijden. En we zien elkaar nog wel toe. Dank u wel, Bas. We zien elkaar snel, denk ik.